Ga je, later, ga je ook lekker eten en eet je een stukje kameel. Dat voelt ik dan wel weer moeilijk, want ik heb nog op een kameel gezeten. Ga je daar een stukje kameel eten? Welkom bij Ron Reizen TV. Het is weer een nieuwe week met een nieuwe gast dus. En deze week is dat Lucille Werner. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het heel leuk om er te zijn. Mooi zo, want jij hebt een, he een aantal hele leuke reizen voor ons meegenomen, weet mm -hmm. ik toevallig. En we beginnen met één in Dubai. Maar voordat ik zo ver ben, je hebt een nieuwe baan. Ik heb een nieuwe baan. Ja, ik ben er heel blij mee. Sinds maar... 1 januari bij, uh, werk ik bij Caro en CRV. En er komt een nieuw programma En er komt een nieuw programma en dan aan. En daar ga je niks over vertellen? Nee, daar ga ik helaas niet voor reizen. <laughs> nee. Nou, misschien een heel klein tripje oh. naar, naar Londen, zou dat dan zijn. Oh. Ja. Ja. Ook mooi, mooie ja, stad. Van de ja. Maar wij gingen eerst naar Dubai, want ja. daar was je nog maar twee weken. Nog geleden. maar een paar weken geleden was en dat ik was daar. Een, gewoon een lekkere vakantie, iets rondkijken. Ja, ik. ik weet je, op een gegeven moment zocht ik naar, naar een, zeg maar een land waar het lekker warm is. Ja. Um, en, maar waar, waar ook niet een groot tijdverschil is. En dan kom je al heel snel in, in Dubai uit. Ja. Ik dacht, ja, ik wil die gekte daar wel eens een keertje zien. Ja. En, um, was het ook zo? Nou, ik moet je zeggen, ja, <laughs> ik, ik, ik ben. Ik ga er echt van stotteren. Ja. Het is natuurlijk een krankzinnig iets, je Dubai. Weet je, je weet niet wat je ziet. Nou, dit hotel, daar verbleven wij bijvoorbeeld. Dus oh. uh, uh, Atlantis de Palm. Uh, precies op de kop van, uh, van de Palm. Ja, joh. Je kijkt om je heen en je denkt, waar ben ik eigenlijk in terechtgekomen? Het is een soort van Efteling XXXXXXL. weet je? Maar dat Alles is het, je Want je hebt bij dit hotel heb je gewoon een golfkarretje nodig... om naar je volgende kamer te komen <laughs> of zo, of naar het restaurant. Ja, maar nee. serieus. Het, het is zo groot. Het is zo gigantisch groot. Er zijn 22 uh, restaurants in dit, uh, in dit hotel. Uh, 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 ik weet niet hoeveel uh, zwembaden. Het rare vond ik wel weer dat je, dat je dan denk je: oké, okay, de zee... Daar, daar, naar het, je loopt naar het strand, maar het zijn natuurlijk allemaal, dat weet je, van die opgespoten stranden. En dan lig je daar en dan denk je, oké, okay, dus dit is nu mijn, dit is mijn uitzicht, maar dat is natuurlijk de overkant van die tak van die palm. Dus ik had helemaal niet het gevoel dat ik nou eigenlijk aan zee lag. En op een gegeven moment gingen wij weer weg en toen zag ik daar die Arabische zee en ik zag eindelijk een branding. Maar het, het is dus heel nee. erg gekkig. Maar het strandleven is daar ook. Nee, dat, is, niet dat zo. is er niet. Dat is er niet. Nee. Dat is meer dan voor de toeristen die liggen aan het zwembad en zo. En wat ik zelf, ik ben hier geweest toevallig, maar wat ik zelf hier zo bijzonder vond, was het aquarium. Dat aquarium, nou, mijn zoontje vond dat natuurlijk fantastisch. Want ja, die, die dacht, jeetje, al die vissen en die probeerden ze allemaal aan te raken. Maar de haaien, de roggen. Echt alle vissen ongeveer zie je daar. Dan denk je tegelijkertijd denk je ook weer van. Zoveel vissen in zo weinig. Nou ja, er is natuurlijk wel water. Maar in wezen denk je, ja, die vissen verdienen gewoon veel meer ruimte. Ik bedoel, wij draaien ook allemaal spaarlampjes maar in. Maar joh, als je één keer in Dubai geweest bent, denk je, nou ik hou maar op met die spaarlampjes. <laughs> want het heeft. Nee, maar. Wat het ben ik aan het doen? Maar... Het is ongekend. Dat vind ik überhaupt van hotels natuurlijk. Qua besparing is dat... Uh, nee, maar als je de Burj Khalif het is, ziet... Ja. het hoogste gebouw van de wereld wat ja. je in Dubai vindt... wat van onder tot boven gewoon helemaal verlicht is. En uh, het, het Armani Hotel zit daar ook... en die heeft daar allerlei reclameuitingen uh, op geprojecteerd. Allemaal verlicht. Het was gewoon één bol licht. Ik bedoel, ik moest af en toe echt even bijkomen gewoon. Dat ja. ik echt dacht van... En het is ook zo, en het is niet verwend bedoeld... maar uh, een week Dubai en dat is echt genoeg. Ja. Dat geloof ik ook echt. Want je, je doet zoveel indrukken op. En, en ben je nog in de toren geweest ook? Nee. Nee, nee, ik vond het gewoon te duur. Nou, ja, dat... Toen dacht ik even naar boven en dan weer naar beneden. En dat was bijna 100 euro. Ja. Nou, Meer, 150 euro. Dus ik vond het ja. gewoon echt te duur. Ja. Wat we wel hebben gedaan, ja. we zijn natuurlijk de woestijn ingegaan. Oh, ja. ja, dat vind ik dan weer magnifiek. Echt prachtig. Waarom? Want daar heb je helemaal niets. Nee, je hebt daar niets. Maar dat is misschien dan toch uh, uh, de stilte. En ook even niet geprikkeld worden. De warmte, de geur van, van de woestijn. En ik ben een beetje een hotelletjesfriek. Ik hou daarvan. Hè. Ik kan echt uren struinen naar leuke hotels. Op Booking.com kijken. Op, nou ja, ook ook hier, op jouw programma. Alle mensen die je al hebt gehad. die vertellen over, over leuke hotels. en dat soort zaken. Nou, daar had je ook een Desert deserthotel. En dan fotografeer ik dan meteen de buitenkant. Dan denk ik van ja, je zou hier ook. Het was het Maha Hotel. En dan ga je later op Booking.com kijken en denk je: Jeetje, Mia, veel te duur, maar fantastisch en mooi. Geweldig ja, om eens een keer te doen. Ja, om een keer te doen. Maar deze woestijn, ja, dat, dat, dat is natuurlijk zo, nog groter dan, uh, dan Frankrijk. Ja, en dan zie je toch de dieren die daar leven en, en alles. En dan ga je later ga je ook lekker eten. En dan eet je een stukje kameel. Dat voelt <laughs> dan wel weer moeilijk, want ik heb nog op kameel gezeten. Ga je daar een stukje kameel eten? Dat kan ik dan eigenlijk ook niet. En wat smaakt het naar? Nou, nah, kip. Okay. Maar ik, heb, ik, ik, ja, ik moest en ik zou het proberen, um, maar ik, nee, te, nee, als ik net op een kameel heb gezeten en dan is ik een stukje kameel, ja, snap goed, je me? Ja, ja, ja ik, ik snap het wel, maar goed, als je in Afrika een, een safari maakt en vervolgens eet je ook struisvogel of struisvogel of whatever, ja. weet je, ja, dat hoort er ook een beetje bij. Dat hoort er ik een beetje bij, misschien, is maar... Ik heb nog uh, krekels en uh, buffalowormen gegeten, dus... Uh, dat doe jij. Jij doet dat allemaal. Ron, nou, ja, ik, ik doe het niet voor mijn plezier, maar. Nee, maar af. je wilt het gewoon proberen. Nou, nee, het dus echt... nee, ook proberen. Ja. Nee, dat had ik dus inderdaad ook. Maar nog even dan. Wat, wat trekt jou zo in een hotel? Waarom is die fascinatie er? Wat, wat, wat is dat dan? Ja, ik vind een hotel altijd een, een soort van luxe. Ja. En, uh, en ik hou van een andere wereld. Soms is, ik vind het zo lekker om. Uh, ja, om, om toch een andere wereld even te zien. En ik moet je ook wel heel eerlijk zeggen. Dit hotel. Heb ik gekozen omdat ik dacht: van dan is die kleine, die wordt wel vermaakt daar. En dan hebben wij ook even een momentje voor onszelf. Maar die kleine, die vond er eigenlijk helemaal geen ene donder aan. Die wilde gewoon alleen maar in het zwembad plonzen. En die hebben er eigenlijk ook wel genoeg aan. Dus ik heb ook wel iets geleerd van deze vakantie: dat ik dacht: van hij is nu negen. Je hoeft niet meer per se te zoeken naar goh, waar is een leuke kidsclub, waar heel veel is. Want kinderen vermaken zich genoeg gewoon met kleine dingen. Ja. Kijk en ja. Ja, en even hierover dan, want ik zie nu die foto van die ja een down noemen ze het mee. nou, het heeft een woord die boot. Ik kom er even niet op nu, maar goed. Uh, uh, al die luxe enzovoort, hè, waar je ja. op een gegeven moment een beetje helemaal klaar wordt, mee zo. bent ook, ja. Dat heb je daar dan niet, want dit is richting oude stad toch? Ja, dit is richting de, de goudmarkt. Die je natuurlijk in Dubai hebt. Het is echt wel echt de moeite waard om naartoe te gaan om gewoon te zien. Je hebt alleen maar etalages met goud. Hè, en sieraden en kettingen en armbanden. Het is immens weer. Dat je ook echt, echt niet eens een prulke koopt. Um, en, en de kruidenmarkt, daar ging je ook met dit, dit bootje uh, naartoe. En, en de stoffenmarkt. Dus je hebt allerlei markten. Wat nogmaals fascinerend is om naar te kijken, maar je gaat echt gewoon met lege tassen ga je daar weer weg. Maar ik dacht, ik wil hier naartoe om weer een beetje te aarden. Ja. Maar dat lukt dan toch ook weer niet helemaal, Want, omdat, door omdat al het dat goud en door al die al de extreme... Het, precies. Het is mooi om die oudheid te zien. Hè? Het is een beetje de oude, het oude Dubai. En je bent op zoek. Dus ik ben altijd wel op zoek naar authenticiteit van een stad. Ik hoopte dat het daar te vinden. Maar toch werd je weer overweldigd door die markten. En ergens zijn ze, nog wel, zijn ze wel traditioneel en, 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 en puur. Maar het is weer zo enorm veel. Dus, uh, het is, was, maar nogmaals, het is wel leuk om op zo'n bootje te zitten en het andere gedeelte van Dubai te zien. Dat je ook weet van ja, nou ja, zo is deze stad begonnen. En die, die palmen zijn eigenlijk ook nog helemaal niet zo oud. Het is allemaal, allemaal nog heel erg redelijk nieuw. En nou, hier kwam je toch nog een stukje tegen van, uh, nou ja, van, uh, van een paar honderd jaar geleden. Ja, leuk. Ik ben ontzettend benieuwd waar je ons morgen mee naartoe gaat nemen. Want dat levert vast ook weer mooie verhalen. Zeker. Bedankt voor nu in ieder geval. En nu ook bedankt voor het kijken natuurlijk.